In de zorg moet de mens centraal staan en niet de winst of de centen. Maar daar zijn we het hier blijkbaar niet allemaal over eens. Ik heb eigenlijk een vraag voor alle parlementsleden. En die vraag is: waarvoor dient onze ouderenzorg? Dient die ouderenzorg om goede zorg te geven voor onze ouderen? Of dient die om winst te kunnen maken ten voordele van aandeelhouders? Dat is de vraag waar het hier vandaag over moet gaan. En voor mij is dat heel erg duidelijk. Ik werk in de zorg. In de zorg moet de mens centraal staan en niet de winst of de centen. Maar daar zijn we het hier blijkbaar niet allemaal over eens. Hè? Want het Antwerpse stadsbestuur wil blijkbaar een deel van de publieke ouderenzorg verpatsen aan een multinational. En hier in dit parlement wil de meerderheid het mogelijk maken dat openbare ouderenzorg wordt geprivatiseerd. En collega's, ik dacht dat wij eigenlijk in de coronacrisis wel iets geleerd hadden. Hè? Dat de zorg centraal moet staan. Maar blijkbaar is het voor het Antwerpse stadsbestuur en voor de meerderheid in Vlaanderen hier, blijkbaar is het vandaag dé moment om nog meer woonzorgcentra op die markt te gooien. En dat vandaag allemaal nog niet wettelijk is, dat er nog geen kader voor is, dat is blijkbaar allemaal voor het Antwerpse stadsbestuur geen probleem en voor N-VA, Vooruit en Open VLD, want achteraf moet het Vlaams parlement dat hier maar in orde maken, een commercialisering op bestelling, een just-in-time delivery met de Vlaamse parlement als fietscourier. Allee, mijn vraag, meneer de minister... Vindt u dat er winst moet gemaakt worden op ouderenzorg en dat zelfs in de openbare ouderenzorg? De bewoner moet centraal staan. We moeten zorgen dat de bewoner de hoogst mogelijke kwaliteit kan hebben, de hoogst mogelijke kwaliteit van zorg, van wonen, van leven. Wie dat dan organiseert, of dat dan publiek is, privaat is, een VZW is, non-profit, dat is voor de overheid... van een ondergeschikt belang. Ja, meneer de minister, u zegt dat het voor u niet uitmaakt wie dat die zorg precies organiseert. Dat dat even goed commerciële spelers kunnen zijn. Maar ik roep u toch op om uw oogkleppen eens af te zetten. Hè. We zitten met een toenemende commercialisering. Steeds meer grote multinationale bedrijven storten zich op de zorgmarkt. En dat heeft gevolgen vandaag en die zien we. Hè. Het personeel in die woonzorgcentra werkt met evenveel toewijding dan in andere woonzorgcentra. Hè. Maar zij werken met minder personeel. De bewoners betalen meer. Het personeel heeft minder verlof. We zien dat zij vaker onder verhoogd toezicht worden gezet. We zien ook dat tijdens de coronacrisis dat er vaker een crisismanager moet gestuurd worden naar die commerciële spelers. Allee, al die lichten staan op rood. En wat doet u? U duwt de gaspedaal in. U gaat zorgen dat er nog meer commerciële woonzorgcentra op die markt zullen zijn. Want we moeten inderdaad blij zijn dat er vandaag in Vlaanderen nog veel publieke woonzorgcentra zijn. Ah wel, u zou die moeten koesteren, u zou die moeten versterken. Want een winstlogica die is tegengesteld aan een publieke logica. Een publieke logica wil zorgen voor een goede, kwaliteitsvolle zorg voor de ouderen aan een betaalbare prijs. En een winstlogica, dat zijn bedrijven die moeten, dat is zelfs geen oordeel, maar die moeten meer winst maken om te kunnen overleven. En dan even op het gelijke speelveld. Hè. Er is inderdaad een ongelijk speelveld gecreëerd, maar door wie is dat gecreëerd? Hè? Door CD&V, door N-VA, door Open VLD. Jullie hebben ervoor gezorgd dat er voorbeelden zijn, hè, dat er belastingsverminderingen zijn voor private bedrijven. U zorgt eerst voor een ongelijk speelveld en vervolgens gaat u dat aangrijpen om de openbare sector allemaal te gaan privatiseren. Ja, dat is de omgekeerde wereld. Hè. Lost het probleem dan zelf op, hè, en ga niet ervoor zorgen dat er steeds meer en meer openbare sectoren moeten geprivatiseerd worden.